Goedemiddag allemaal. Het is vrijdag de 12e, heerlijk weer. 18, 19, 20 graden denk ik. En ik ga even deze spaarkast bekijken. Dit is een spaarkast met één broedkamer en twee honingkamers. En ik wil hier even kijken hoe het broednest zich ontwikkelt. En ik wil er één raam uithalen voor broedonderzoek. Ik zal even laten zien hoe het volk in elkaar steekt nu. Kijk, dit is het volk dus wat ik zei, op twee honingkamers. Dit is de bovenste honingkamer. Ik zal even laten zien hoe die bezet is. Normaal gesproken laat ik altijd de honingkamers eerst dicht. Ga ik eerst de broedkamer controleren, maar ik zal het nu even laten zien. Kijk, dit is nu de bezetting van de honingkamer. Er hangen ook twee... Een raampje in met kunstraad en dat zijn ze nu aan het uitbouwen. Dat hangt er achteraan. Dat zal ik zo even kijken. En hier hangt nog een raampje met kunstraad. Ik zal ze even naar het midden verplaatsen. Maar goed, dat ziet er dus goed uit. En dit is dan de eerste honingkamer die eronder staat. Nou, die kan ik zo even voelen qua gewicht. Maar volgens mij begint die al aardig vol te lopen met nectar. En je ziet dus dat dit raam is aan de buitenkant niet bezet en het buitenste raam is ook niet aan de buitenkant bezet. Maar de rest van de raam is wel goed bezet. Ik zal er even één raampje uithalen, dan kunnen jullie dat zien. Nou, het is ongeveer... Laat ik niet overdrijven, 1/3 gevuld met honing. Dus dat valt nog tegen. Maar het geeft niet, voorjaar is een vroeg. Dus deze bak gaat er even af en dan kunnen we in de honingkamer kijken. Nou, al met al begint er wel gewicht in te komen. Goed, dit is de broedkamer. Even de broken stukje wegzetten. Dan gaan we even kijken wat voor broed dat we hier aantreffen. Nou, kijk, de bijen hebben nog voldoende ruimte, dat zie je. Ik ben niet bang voor overbevolking nu, zwermdrift, stemming. Dommig omdat dit buitenste raam nog niet bezet is, omdat die bijen zeg maar de honingkamers in gebruik genomen hebben. Er zit hier een raam met kleine cellen. We willen eens even kijken of dat nog gesloten broed bevat, want dan zou ik dat kunnen onderzoeken op de meidbesmetting. Want dit is een volkje met grote cellen. Het volkje wat ik gekregen heb. Er zit ook nog steeds een naakslak daar tegen de zijkant. Nou, dit zit gevuld met nectar en met stuifmeel. Nou, dit is een raam, een gesloten broed. Het raam is dus kleine cellen. Je ziet ook al overal darren lopen. Die zijn al volop geboren. Dus pas op voor de ontwikkeling van de zwermdrift. Je ziet dat hier nog niks aan de hand is. Je ziet nog geen speeldopjes. Je ziet wel volop broed zitten en hier is intussen een laag aan het uitlopen. Nou, dit zijn weer gewone cellen. Mooi gesloten broed. Deze kant ook. Ik wil graag eens een keer bekijken of het uitmaakt of de mijterbesmetting in die grote cellen anders is dan in die kleine cellen. Dit was allemaal heel veel voer, dus het is allemaal omgezet in broed, dat voer. Er zat hier heel veel voer in. Zie je ook nog steeds darren lopen. Als het goed is, is dit een hooghygiënisch volk, oftewel in dit specifieke geval VSH, Varroa sensitief. Vandaar dat ik dat broed wil onderzoeken. Je ziet de bijtjes dansen. Hier zie je een bij staan dansen.
wijs dus aangeven waar de... En hier loopt de koningin. Ja, nummer 88. Dus mooi. Nou, gelet op de bezetting laat ik ze nog maar even met rust. Het broedonderzoek dat komt later nog een keer. Ik zet het ene raam zet ik hier tussen. Zodat ze het broednest kunnen uitbouwen. Het buitenste raam bevat alleen maar stuifmeel en nectar. Nou, ze hebben voldoende voeding. Die voeding zit namelijk gewoon in de honingkamers. Beneden zit nagenoeg geen voeding. Dus als je op één broedkamer inkert, dan laat je, ook in het geval als je honing gaat afnemen, laat je altijd één honingkamer laat je achter. Dus de gedeeltelijk gevulde honingkamer, die meestal de bovenste is, die laat je dan zakken tot op het moerrooster. En dan gaat er uitsluitend één of twee volle honingkamers gaan mee. Maar eentje blijft er altijd achter tot echt het moment dat je in eind augustus begint in te winteren. Of half augustus. Dan vervang je dus met suiker. Goed. Dit was de eerste honingkamer. We kunnen nog even een kijkje nemen in de tweede honingkamer. Ik zal hem even wat hoger zetten. Dit is de bovenste honingkamer. En daar heb ik ook een paar raampjes ingehangen voor natuurbouw. Om raadhoning te krijgen. Volgens mij is dat dit raampje. Ja. Kijk, en zie ik het goed? Nee, dit is geen raampje met natuurbouw. Ik zie dat er bedrading in zit. Ik moet dit raampje hebben. Kijk, dit raampje. Dat is voor natuurbouw ingehangen. Dus er zit helemaal niks in. Dat is een leeg raampje. En dat hebben ze inmiddels, omdat het voorjaar is, volledig uitgebouwd met darrenraad. Maar goed, uiteindelijk wordt dat in de zomer wordt dit nog wel gebruikt om honingen op te slaan. Dus dit raampje is de basis voor mooie raadhoning. En dat is aan deze kant is het ook het geval. Maar hier, dit is geen raadhoning, want dit is gewoon een scheef gezakt raam. Wat ik er dus uit ga gooien en ga vervangen. Dat hebben ze heel lelijk uitgebouwd, omdat blijkbaar het kunstraad krom getrokken was. En dit is ook gewoon kunstraad wat een beetje vreemd uitgebouwd is. En dit is ook weer een raampje met natuurraad. Dat bouwen ze wel keurig uit met darrenraad. Nou, dat is dus voor de komende zomer om lindenhoning in te krijgen. Zodat ze daar natuurraad van maken. Nou, de rest laat ik nu lekker zitten. En ik heb dit volk weer gezien. Ze kunnen weer lekker verder gaan. Oké, doei!